Twee gezinnen heb je. Ach, wat nee. Ik dacht dat je een maîtresse had, maar je hebt twee gezinnen. Twee huwelijken. Volstrekte onzin. Waarvan Elisa zo treffend zei dat het bij haar meer huwelijk is dan hier. Ik bedoel, bij haar is seks. En bij ons niet meer. Jezus Christus, Hester, alsjeblieft. You know what I like best about this situation? What? The daughter of the boss, Marion. She plays golf here. Take her out. Uit het onderzoekje is gekomen dat we deze prachtige jongen toch binnen 2 maanden kwijt moeten zijn. Dat meen je niet. Ja, anders komen we in de problemen met de inkoop van het reguliere goed. En voor welke prijs wil je hem laten gaan? Zo hoog mogelijk. Desnoods iets minder, maar hij moet weg. En snel. Ze vraagt mij in die brief contact met jou op te nemen. Om je te vertellen waarom ze een einde aan haar leven heeft gemaakt. En jij weet dat? Ja. Vraagt Janneke mij contact met je op te nemen om je uit te leggen waarom ze niet meer wilde leven. Ze vond dat jij alleen recht had op die informatie en daarom wilde ze het via mij doen. Begrijp je dat? Nee. Als je een brief op het nachtkastje had gelegd en iemand anders had haar gevonden, om wat voor reden dan ook. Ze heeft het ook zo gedaan om mij te beschermen. Ik begrijp er nog steeds niets van. Nee, natuurlijk niet. Vertel me alles, alsjeblieft. Ik zal het je vertellen. Je moet me beloven dat je niets met die informatie zal doen. Waarom? Wat zou ik ermee kunnen doen? Ja, niet veel meer. Het is lang geleden. Maar je moet het me toch beloven. Alles, alles. Als ik maar weet. Als ik het maar weet. Ze heeft me al die jaren geschreven en over jou verteld en over het leven wat ze had. Ik weet veel van jullie. Nog, dat is meer dan ik blijkbaar. Wat ik je ga vertellen, weet niemand. Het is het... Het grote geheim van Janneke en mij. Anton, haar zelfmoord en depressies hebben niets, maar dan ook niets met jou te maken. Er is iets gebeurd. Voordat ze jou leerde kennen. Ja? Janneke en ik zijn een keer meegegaan met 2 jongens vanuit een café. Ooit. Eind december van het jaar. Weet ik veel. We waren 17. 18, denk ik. Die jongens hebben ons meegenomen naar een groot huis in Bloemendaal, waarvan ze zeiden dat het van hun was. Dat ze zoons waren van rijke ouders, dat ze het huis geërfd hadden. Zoiets. Zo'n soort verhaal. Ze hebben ons daar vastgebonden. Verkracht, vernederd, alles. Waarom heeft ze me daar nooit wat van verteld? We hadden afgesproken dat we dat nooit zouden doen. En jullie zijn ook niet naar de politie gegaan? Nee. Waarom niet? Waarom niet? We waren bang. Voor wraak van de jongens. En dat de mensen zouden zeggen dat wij het erop aangelegd hadden. Bang voor een rechtszaak. Het stigma te hebben van verkracht te zijn. Dat is het. Dat is het probleem. Ik begrijp dat het traumatisch is, maar dat is toch geen reden om... Nee, het is niet alles. Het is in ieder geval niet het belangrijkste. Op die oudejaarsavond, een paar dagen later, hebben wij heel laat in de nacht, of eigenlijk 's morgens heel vroeg, vuurwerk in het huis naar binnen gegooid door de brievenbus. Braak. Het huis is uitgebrand. Volledig. Alleen waren die jongens er niet. Die waren er een avondje tussenuit, naar een feestje of zo. Wel aanwezig waren 2 kleine kinderen waar ze op pasten. Jezus. Ja. Die jongens pasten op dat huis en op die kinderen. Het is voor rijke mensen die op wintersport waren. Het was hun huis helemaal niet.
babysitters waren het. Wat is er met die kinderen gebeurd? Verbrand. Dat hadden wij gedaan. God. Het heeft allemaal in de krant gestaan dat het veroorzaakt was doordat iemand vuurwerk door de brievenbus naar binnen had gegooid. Ze hebben de daders nooit kunnen vinden. Nee, ja. Dat waren wij dus, Janneke en ik. Het is onze schuld dat die twee kleine kinderen dood zijn. Genoeg van krijgen, hè? Ik vind het de mooiste steen die ik ooit gezien heb. Die kleur is niet te geloven. Pas maar op. Straks sta ik je nog in de band van zijn magische krachten. Ben ik al. Ik ben alleen niet bang voor hem. Ik hou van die steen. Goed, maar ondanks jouw ongebreidelde liefde, wat gaan wij doen? We gaan je liefje verkopen. En snel. Wat heb je gedaan, Leo? We kunnen niet gaan zitten afwachten. Je had een Australische connectie. Waar had ik zelf de cent had. What about publiciteit? Wat bedoel je? Wat voor soort publiciteit? Talkshow? The John Hubert News Show. It's shown all over the world. And John Hubert's in Frankfurt at the moment. Publiciteit is niet slecht. Ja, yeah, can work as een commercial for the business itself. Een diamantenverhaal uit de City of Diamonds. Tuurlijk. I'll call him. But tell me, Thomas, what's the story? What is it that makes this diamond so special? I mean, just a diamond, it's not enough. Dit is de Blauwe Duivel, een beroemde steen die een paar honderd jaar zoek is geweest. Ik heb hem gevonden. Ik kan niet zeggen hoe en waar, maar ik heb hem. Nou, hij is niet genoeg. De Blauwe Duivel brengt ongeluk. Hij stort iedereen die hem in zijn bezit heeft in de ellende. Het is de steen van het noodlot. Het noodlot? Fate. That's great. That's great. They're gonna love that. I'll get onto it right away. Vergeet het maar. Ik heb het al gezien. Verdomme. Kan ik iets doen? Nee. Ik weet het gewoon niet. Het is nu allemaal open, omdat Hester het weet van Thomas en mij en maakt het alleen maar erger. Ja, mam. Het wordt nu touwtrekken. Wie krijgt hem? Verschrikkelijk. Ik vind het allemaal nogal een beetje kinderachtig, als ik het zeggen mag. Dit hou ik niet vol. We moeten maar emigreren, hè? Anders kom ik nooit los van die man in die klote situatie. Emigreer je best, maar wel in de Randstad. Mama, er is iemand voor je. Een jongen. Wie dan? Een Jeroen Zadelhof. Jeroen Zadelhof? Ja, dat is de zoon van Elisa Zadelhof. Moest ik erbij zeggen als je het niet wist. Nee, maar... Ja, ik dacht, ik ga maar eens langs. Ja, ja. Nou goed. Wat wil je hebben? Koffie, thee, cola, bier? Thee graag. Welke smaak wil je hebben? Kiwi? Kiwi. Dat hebben we vast wel. Bosvruchten. Ook goed? Beter nog. Ik wou eigenlijk bosvruchten, maar dat durfde ik niet te vragen. Een onverwacht bezoek, mag ik wel zeggen. Ja. Ik vond het ook een beetje eng, maar... Maar? Ik vond toch dat ik moest komen. Ik ben benieuwd. U heeft in de tuin gewerkt. Ik heb aan de rozen gewerkt. Jij zit nog op school, neem ik aan. Ik doe eindexamen.
waar ik voor kom. Ja? Ik ken mijn moeder. Dat is een aardige vrouw. Ik ken Thomas. Dat is een aardige man. En nou heb ik u ontmoet. En u bent ook gewoon aardig. Dat klinkt zo stom allemaal. Gaat wel. Ga maar door. Nou, dan vind ik het allemaal zo zonde. Ik zag u met een strak gezicht de deur uitlopen. Maar Lisa zit al de hele week te janken. En Thomas zien we helemaal niet meer. Ik vind het gewoon zo zonde. Ja. Zo gaan die dingen. En wie zegt dat? Dat blijkt. Jullie kunnen het toch anders doen? Hoe dan? Vrienden worden, of zoiets. Allemaal vrienden worden. Ja. U denkt niet dat dat kan? Hè? Nee, ik denk niet dat het kan. Of wilt u het niet? Ik denk inderdaad dat ik dat niet wil. Nou, daar kom ik dan eens voor. Om dat te veranderen. En hoe wou je dat dan doen? Eerst maar eens de bosvruchten.